Ik ben Patrick Leidsman, ben vormgever en beeldend kunstenaar. Ik ben bezig met een ponton te maken van ongeveer 30 vierkante meter. En dat is ook gemiddeld de hoeveelheid vierkante meters die de gemiddelde Nederlander ter beschikking heeft om op te wonen. En het wordt een drijvend ponton waarop ik een duinlandschap ga proberen te creëren. En dat duinlandschap dat symboliseert een, voor mij in ieder geval een heimat, omdat ik aan zee geboren ben en graag die zeeland inwaarts wil hebben. Om dat gevoel wat ik mijn leven lang heb, dat ik de zee mis en het water en de duinen en de ruimte en de lucht, het geluid, de geur, dat wil ik graag landinwaarts hebben. Er moet ongeveer 8 kuub zand op en iedere kuub zand is 1500 kilo. En dat ligt dan op dat ponton. En Judy die heeft voor haar performance zand nodig. Ik kan niet alleen een zandvloer schilderen, want zij moet haar voeten in het zand kunnen zetten. Zij moet, een deel van haar lichaam moet kunnen verdwijnen, tot haar enkels kunnen verdwijnen in het zand. Zand is niet zo moeilijk om dat te creëren, maar duinzand is geen optie, want het is rond. Dat waait gelijk weg. Als je van de duinen afremt, dan komt de andere helft van de duinen komt achter je aan. En om te voorkomen dat altijd duinzand wegwaait, heb je natuurlijk helmgras. Zo tref je het aan bij een tuincentrum. En ja, dat moet natuurlijk dadelijk wel een bepaalde hoogte hebben over als er een bosparade plaatsvindt. Dus om de paar weken komt de hovenier even kijken of ik de planten goed water heb gegeven. Of ze ver genoeg uit elkaar staan, zodat het, ze kunnen uitbreiden. Ja. Het is wel een uitdaging om dat te doen. En dan denk je, ja, wat stelt het voor? Maar ik kijk iedere dag beter dan normaal naar mijn planten. Want ik wil het over een paar weken, hè, tijdens de performing, wil ik het wel. Dan moet er wel iets staan.